jongens, ik ben weer Dennis, a.k.a. Dennisken. En vandaag hebben jullie weer wat live Call of Duty Black Ops 2 Zombies. En het is vandaag op Origins. En wauw, dit is lang geleden, jongens. Voor mij is het lang geleden, maar waarschijnlijk ook voor jullie in ieder geval dat jullie het op mijn kanaal hebben gezien. Want ik speel helemaal geen zombies meer. Natuurlijk logisch, want Call of the Ghost heeft geen zombies. En dan ja, dan ga je meestal ook geen zombies spelen. Of in ieder geval ik niet. Ik heb niet de neiging om een PlayStation 3 aan te zetten om even de zombies te gaan doen. Maar het blijft leuk en ja, ik dacht van weet je wat, we gaan gewoon een keertje zombies doen. Ik had een paar video's terug ook beloofd dat ik Origins zou doen. Dat was eigenlijk niet zo tactisch voor mij. Want aangezien ik al een tijdje geen zombies meer heb gedaan, is Origins niet de makkelijkste map om mee te beginnen. Want Origins is vrij ingewikkeld, er zit heel veel bullshit bij en niet erg slim. Maar ik had het beloofd, dus ik moet het doen. Dus bij deze dus wat Origins, ik hoop dat jullie dat leuk zullen vinden. En ik hoop dat we ver zullen komen. Ik ben er bang voor dat we niet heel ver gaan komen. Maar we gaan gewoon ons best doen en zie het anders maar gewoon als een oefening voor mijn volgende zombies video. Want ik wil dat wel weer meer gaan doen, zombies. Want er komt toch geen nieuwe zombie map uit. Dus misschien is het dan handiger om ja, toch wat meer die oude zombie map te gaan spelen. En nou ga ik echt proberen gewoon te overleven zonder schieten. Ik heb nog maar 9 kogels en die paladin zombies die gaan toch van eigen dood. Kijk maar. Als dat ding gecapt is. En oppas, want ik heb geen juggernaut. Oh, dat was die andere die mij geeft. Dat was hij. Ik weet niet. Maar in ieder geval, ik heb het overleefd. Een beetje geluk. Even die dingen dichtmaken, daar krijg ik al geen punten meer voor, dus jammer. Ik zit twijfel om Quick Revive te nemen, want ik zie mezelf nog niet heel ver komen de vorige keer. De laatste keer dat ik deze map heb gespeeld, volgens mij kwam ik toen bij 26 of zo. Toen speelde ik wel zonder Quick Revive, dacht ik. Maar ik denk dat ik dat nou wel echt nodig heb. En ja, ik schiet jou gewoon af, weet je wat. Ik mag jij toch niet. Ik kan nog één kogel, even kijken waar die kist staat daar. Dat is jammer, ik had hem liever ergens anders gehad, maar ik kan daar ook niet plaatsen. Even kijken dat ik hier ergens wat dingen zie liggen. Vergraven. Hopelijk krijg ik een goed wapen uit. Oh, ja, blisten. Nee. Liever niet. Ik had liever een shotgun gehad of ammo voor mijn mauser. Met een mauserpistool krijg je veel punten. In ieder geval, als het goed is, staat hier de kist. Ja, ik durf altijd nooit te kijken om zo... staat hij er? Ja. Anders loop je helemaal om, weet je wel. En dan denk je, staat hij ergens anders. Oké, ik denk dat we daar ook als eerste dit in gaan halen. Dan heb ik zekerheid dat ik een wapen heb waarmee ik kan schieten, want... Je kunt hier heel veel troep uit krijgen. Ik moet ook nog de stroom aanzetten, zie ik al. Nou, ik denk dat het beste ding nou maar even kan gebruiken. Ik krijg wel weinig punten voor, maar dadelijk doet hij helemaal niks meer. Ja, ik hoef niet op te schieten, maar ik moet het wel overleven natuurlijk. Met een beetje geluk allemaal tussendoor springen. En sterf! Oké, man, jullie zijn dood. Ik had al een nieuwe wave gestart, dus jij bent van de nieuwe wave. Zie die collaterals! Oh, gekke! Nou, in ieder geval, ik moet als het goed is straks wel gaan eten, maar daar knip ik dan wel ertussen uit of zo. Want ik denk, ik start alvast. Anders wordt het best wel laat. En volgens mij kan ik nou een M40 halen. Dus dat is schinsig. Ja, tata. Nou, deze map vind ik persoonlijk niet heel erg leuk om te spelen. Maar hier zit wel die enorm vette camo in als je die wapen pack-a-punch. Dat is echt fucking vet. Die zit nou eigenlijk ook in de multiplayer, op de Xbox is hij er al. Op de PlayStation 3 is het nog niet zo, maar die zal binnenkort wel een keertje komen. Ah, ik had gehoopt dat hier een part zou liggen voor Zombie Shield. Helaas, er ligt niks, moet ik even zoeken, want dat ding is wel belangrijk. Nou, ik als eerste de Juggernaut fixen, dan de Zombie Shield. Pak even dit erbij. Die sniper is altijd instakill, dus... Trouwens, best wel iets handigs om te weten. Ik denk dat jullie dat wel weten, maar in ieder geval, er zit een soort van auto-aim in zombie mode. Dus je hoeft alleen te aimen en dan gaat automatisch naar zombies toe, zoals je ziet. Gaat het sneeuw? Het sneeuwt nog niet echt, of wel? In ieder geval, als het sneeuwt, moet je altijd graven, dan krijg je snowparts. Nou, zo te zien, niet echt sneeuw. Op zich, het sneeuwt toch al best wel. We gaan even zoeken naar een ander ding waar we kunnen graven. Hopelijk komt daar eens een sneeuwpart tevoorschijn. Even kijken of ik hier nog dingen kan zien liggen voor een zombie shield. Ik zie niks. Helemaal niks, dat is wennig. Weet je wat, we pakken gelijk even dubbel points mee. En ik denk dat ik ook gelijk dat even pak. Die quick revive, want dat kan ik wel gebruiken. Zo goed ben ik niet meer. Dat is helemaal verdwenen. Want ik heb ooit een video geüpload waarbij ik wave 200 haalde op zo'n zombie map. Nou ja, toen was ik best wel goed in zombies. Maar inmiddels is dat allemaal een stukje minder geworden. Hallo, hallo. Toch altijd handig die zombie blad. Dat vind ik op zich wel fijn iets. Dan even rust in de tent, dan doen ze helemaal niks meer. Nou, even knife, daar krijg ik iets meer puntjes voor. Haal je toch het meeste uit de situatie, zeg maar, hè. Want bij het begin heb je toch veel punten nodig. Ik kan echt heel erg voor de punten spelen. Dan ga ik echt alleen maar op de voeten schieten, weet je, al die dingetjes. En knife.
Maar daar heb ik nou eigenlijk vrij weinig zin in. Nou, pas op, want ze zullen dadelijk ineens... Ik kan het zeggen, ze zullen dadelijk ineens... om achter mij aan gaan. Ben je de laatste? Ja, niet de laatste. Hey, dat is op zich handig. Max ammo. Jij bent de laatste waarschijnlijk. Ja, dat is altijd de laatste. Ik ga meestal rennen. En nou is het vraag, ik wil eigenlijk deze wave ergens overleven. Ik ga niet in de kist, doe ik expres niet. Want ik doe het toch, weet je. Normaal zou ik het niet doen, want dan kon ik daar Juggernaut halen. Maar aan het einde van deze wave kan ik wel zeggen toch Juggernaut halen. Dus oké, dat is ook niet zo verkeerd. Dus dat is mooi. Sterf nou eens. Hiermee kunnen we ook dubbel points, max ammo halen met dit wapen. Dus kan ik best met dit ding beginnen. Moet er sowieso eentje laten leven. Echt jongen, als je dat geluid hebt van die robot, dan denk je iedere keer, oeh, kan hij me raken hier? Maar dat kan hij niet, dus dat is één voordeel. Maar hier komen die andere robots, dus dat is wel fucked up irritant. Want je hebt die supergrote, nou ja, die doen eigenlijk vrijwel niks. Ja. Ze kunnen je natuurlijk verpletten, al logisch. Maar je hebt ook van die kleinere en die zijn echt irritant. Die gaan echt alles aan doen om jou te killen en dat is gewoon, zijn gewoon kut dingen. Jij bent de laatste, jij bent niet de laatste, want jij rent niet. Meestal rennen, je kan zeggen, dan nog meer als... Oh, wacht. Nou, er zijn er nog veel meer. Ik zet jou even af. Even hier naartoe. Hopelijk heb ik daar ook nog genoeg geld om de Juggernaut te fixen. Ik denk het wel. En dan zullen we hier gelijk eventjes een ding aanzetten voor muziekje. Er zijn die groene dingen dus hieronder. Zo ziet die pack-a-punch camera er ook uit. Oh, zo ziet die camera er ook uit in multiplayer natuurlijk. Want als jij een pack-a-punch is die blauw. En ik vond het raar, waarom is die multiplayer is die groen? Nou, dan komen zo die stenen. Nee, ik snap nog steeds niet waarom dus niet blauw is, maar oké. En dan graven doen we een andere keer. Er komt waarschijnlijk of een zombie uit of een granaat. Dat is altijd. Nou, we gaan zo snel mogelijk eventjes naar die... Wat de fuck is dit? Oh, fijn. Eventjes naar de juke toe. Jij moet sterven. Oh shit, ik moet eerst dit ding weer aanzetten. Damn it! Oh, er zijn er nog meer dan verwacht, dus... Nee, ze komen overal vandaan, help! Moet oppassen, ja. Ik moet in dat ding blijven. Moet oppassen dat ik niet neerslagen hoor. Want ik heb nog steeds geen Juggernaut natuurlijk. Die bewaren we eventjes voor later. Even dit ding pakken. Uit dit ding kun je een random perk krijgen die niet echt in de game te vinden is. Maar, zal ik dat doen of niet? Dat is altijd zo random. Wat krijg je, weet je wel? Misschien kan ik dat best als laatste doen. Pak eerst nog iets wat ik echt wil hebben. Ja, dat maakt eigenlijk super niet uit. Hè. Ik weet niet. Pak in ieder geval sowieso even die. Oh, come on. Zombie blood. Hallo. Toch even hier blijven, want ik hoor alweer een robot. En als hij me daar verplet, dan word ik niet blij. Ja, we gaan toch even kijken hoe erin zit. Ik ben benieuwd. En... Wat is het? PD? Ja, PD floppen. Dat is vrij gunstig, want die kun je dus niet in de game krijgen. En PD floppen is heel goed als jij... regen hebt en ja, wie weet krijgen we die later, dus ik moet die daar ook wel weg, want ik vind het geen fijne spot, ik heb niet heel veel ammo. Maar we staan er goed voor, ik denk dat we er goed voor staan, dat ik even slide vent haal ergens. Nou, die stond bij die andere waar ik eigenlijk heen wil, waar die net dus helaas die kist niet kwam staan. We zijn er echt veel, Jezus Christus, ik heb het idee dat dit ding veel sneller leeg is dan dat ik gewend ben. De wapen is echt verschrikkelijk snel leeg. En niet dat er veel robots komen, want ik weet niet of dat hier iets te zien is, want ik, hier, daar zie ik iets schitteren. Hopelijk kan ik daarheen. Ik weet niet of het er überhaupt kan komen. Jawel, nee. Nee, dat kan niet. Dat moet dus op een andere manier. Ja, ik heb nog nooit al die stappen gemaakt. En waarom loop ik hier nou heen, dat weet ik ook niet. Snel weg hier, want in die modder daar moet je ook niet zitten. Ja, waar gaan we naartoe? We gaan denk ik eventjes hier linksaf. Want dat is een enorm fijne spot. Kan ik daar ook ammo halen voor mijn AK-74U. En dat is hier zo. Ik heb alleen niet genoeg geld voor mijn AK-74U, denk ik. 600, lol. Dat komt goed uit. Perfecto! Mooi, nou gaan we hier ook even rondlopen. Ik wacht eventjes met dat ding aanzetten. Volgens mij heb ik daar ook niet genoeg geld voor. Nee, dat had ik niet. Maar dat is ook niet echt heel erg gunstig, denk ik. Om dat nou te doen. Ik denk dat het ook nog druk gaat worden, want ik ben net gewoon weggelopen bij al die zombies. Dus al die zombies leven nog wel ergens. Of die spawnen in ieder geval allemaal hier, maar ze komen er wel aan. Ben ik bang. Dus het zal hier nog wel gezellig worden. Maar ik denk dat we er inderdaad goed voor staan, want we hebben Juggernaut.
We hebben wapens waarmee je kunt schieten. En ik weet echt niet waar die zombies er zijn. Zijn waarschijnlijk is allemaal toch dood gegaan of zo. Want er waren er veel meer. Nou, dit ding is even faam. Ik doe het wel gewoon afschieten, want ik heb geen zin om af te gaan. Maar ik heb trouwens nog steeds Juggernaut nou, hè, dus... of nog steeds. Ik heb het pas net gehaald, maar... maakt niet uit, oké. Okay. Dit ding is ook al zo snel, leek. Damn. Nou, ik toch even kijken hoe er in die kist zit. Maar bij het begin wil ik altijd even zeker rijden dat ik wapens heb waarmee ik überhaupt kan schieten. Dus dan pak ik meestal even wat dingen die, die aan de muur zitten. Want als je daar ook eens een grenadelauncer krijgt, ja, dan heb je zoiets van, ja, fuck, nou heb ik geen geld en ik sta daar met mijn grenadelauncer. Tata. Naive. Nou, daar gaan we niet naar. Zo. Je kunt hier volgens mij maar 3 perks, volgens mij. Tenzij je die Easter egg complete. Dat is wel jammer, want eigenlijk wil ik ook double tap. Double tap is altijd wel goed. Want dan schiet hij eigenlijk 2 kogels in plaats van 1. In principe, zeg maar. Dus dat telt er iedere keer maar eentje af. Maar hij schiet er 2 af. Als je kan begrijpen wat ik nou aan het vertellen ben. Als je niet kan begrijpen, dan helaas. Dan kan ik je ook niet helpen. En we gaan, weet je wat we doen? We gaan dus eventjes onszelf verwennen met Speed Cola. Speed Coke. Toch oppassen dat die de robots natuurlijk niet overheen lopen. My basic rations are barely edible. Zo. Alsjeblieft zeg niet dat daar ook zo'n klootzak komt. Ik heb het idee dat dadelijk echt weer zo'n klootzak komt. Jullie hebben hem nog niet gezien hier in deze video tenminste. Dus ik ben benieuwd. We hebben in ieder geval al best veel van deze dingen geactiveerd. Dat is op zich al best netjes. De laatste zit volgens mij daar achter in de hoek. Oh nee, wacht, je hebt er ook nog eentje bij, bij die tank. Ik weet niet of dat ding echt een tank heet. Ik noem het altijd gewoon een tank. Dat is ook een ding waar je op kan rijden. Nee, die bedoel ik. Daar is dus die robot die ik niet wil hebben. Ik haat hem. Ik haat die motherfucker. We hebben hem in zijn kop geraakt, dat is goed. Volgens mij wordt hij ook steeds sterker. Want nou leek het allemaal nog wel mee te vallen. Oké. Al die andere dingen helpen ook niet echt. Al die andere zombies zitten tussendoor rennen. Ik moet hier ook nog allemaal tussendoor rennen. Dat is het probleem. 1 tegen 1 zal er misschien nog wel gaan, weet je. Maar al zijn vriendjes die helpen. Oké, come on. Hij wordt gek. Is hij ontploft? Wat is er gebeurd? Het is rustig. Ik denk dat hij ontploft is. Ja, volgens mij wordt hij steeds sterker hoe hoger een wave je bent. Want ik kan me gewoon herinneren dat ik echt heel veel last had van hem. Even kijken, want meestal dropt het ding al iets. Yep, dat is mooi. Een fire part van mijn staf. En ik heb de laatste keer dat ik deze map deed, had ik volgens mij wel heel veel parts dat ik gevonden. Ik moest nog een paar. Alleen, was er ook weer, er was iets. Oh ja, ik had ze natuurlijk nog niet in elkaar gezet, dat was het. Ja, dat was het. Ik had nog niet in elkaar gezet, ik had wel heel veel parts, maar ik wist helemaal niet hoe dat werkte en toen ging ik af. We gaan even richting die kist, want ik wil nou even kijken dat er iets moois te vinden valt. Dus even checken wat daar te vinden is. Waarschijnlijk de volgende wave krijgen we zo'n paladin aanval, zo noem ik het maar eventjes. Dan gaan die paladins die dingen proberen te boosten. Nou, laat zien wat erin zit. Laat zien... Oeh, lekker hoor! Ja, ja, dat is een van mijn favoriete wapens. Kan ik nog één keer kijken? Ik kan kijken natuurlijk, ja, dat kan geen kwaad. Kijken kan geen kwaad, maar het kost wel geld. Nou, die val die mag je houden. Ja, ik weet eigenlijk niet eens wat ik anders met mijn geld wil doen. Dus ik denk dat ik nog maar één keer kijk. Oh, wacht. We moeten zeker daar ook eventjes gaan zoeken voor die, zombie shield parts. Dus ik ga nog eventjes... Misschien niet slim. Dat, misschien dat geld daar ook nodig had om wat deuren open te maken. Maar één keer kijken. Ik denk dat ik regen krijg. Nee? Ah, dat ding hoef ik niet. Hou hem maar. Nou, ik liever dit ding. Wacht, dat ding heeft ammo. Ah, damn it. Laat maar. Oké. Okay. We gaan eventjes naar de Juggernaut toe. En hopelijk dat daar ergens parts liggen voor zombie shield. Want ik heb volgens mij nog helemaal geen parts ervan. En dat ding is heel handig. Dus daar moeten we wel zien te fixen. Dus daar gaan we eventjes naartoe. Hey, daar kun je ook graven. Lol, ik heb dat ding nog nooit gezien. Nou, ik weet niet of het zin heeft om nou te graven. Ik doe maar niet, daar kijk ineens een granaat. Volgens mij moet ik deze kant ook niet op. Ik weet wel aan de andere kant dat er altijd een ding kan liggen. Ja, dit is dicht. Dus... ik had die 1000 punten misschien wel nodig. Maar ik denk dat ik wel één plek weet waar sowieso een part ligt van de zombie shield. Dus dan gaan we daar eerst even heen.